Hey allemaal, ik ben Tara van het kanaal Be Tara en vandaag heb ik echt iets super cool bij. Ik heb deze holografische collectie van Be Creative binnengekregen. Ik ga ze even dichtbij laten zien. De verpakking alleen al is prachtig. Ik ben super benieuwd naar deze make-up. Dit zou holografische make-up moeten zijn. Dus ik verwacht iets heel metallic, shimmery, hoogglanzend. Met een schakering van kleuren. Dat is hetgeen wat ik verwacht. Ik heb geen idee hoe dat ze me gaan bevallen. Ik heb geen idee wat de productjes ook exact zijn. Maar daar gaan we vandaag samen achter komen. Ik ga een first impressions met deze producten filmen. En we gaan er misschien een kleine look mee proberen maken. De collectie bestaat uit twee oogschaduws. Twee holographic highlighter sticks. Die ik laat vallen. Twee holographic highlighter sticks, waar ik super benieuwd naar ben. En een holographic lip topper. En deze heb ik al open gedaan, de verpakking open gedaan. Het product zelf nog niet. Maar gewoon omdat de naam Unicorn is, was ik zo benieuwd om het te zien. Oh, hier zitten echt gewoon alle kleuren in. Ik ga hem van dichtbij laten zien. Als we dit over een andere lipstick heen gaan zetten en dan liefst denk ik een donkere lipstick, zou dit echt een heel mooi resultaat kunnen geven volgens mij. Wat doen we nu? De oogschaduws of de highlighter sticks? Ik ga beginnen met de oogschaduws. Dit is de Mono Eyeshadow in de kleur Hello. Oeh, als ik aan Hello denk, dan denk ik aan Hello Eyes. Dus ik verwacht ook iets licht shiny. Als ik hem zo zie, dan lijkt hij niet echt shiny. Maar dat is volgens mij omdat ik hem nog niet heb gebruikt omdat hij nog nieuw is. Ja, bingo. Wauw, ik hoop echt dat dit op camera even mooi gaat zijn als in het echt. Zien jullie dit? Like, seriously, zien jullie dit? Ik heb nog nooit zo'n blinkende oogschaduw gezien. Het is rozig, maar als je beweegt, volgens mij reflecteert hij gewoon licht op camera. Ik hoop dat je het op beeld kunt zien. Het is een lichtroze kleur, maar als je gaat bewegen zie je er lila en heel lichtblauw doorkomen. Ja, dat is echt het holografische ervan. Ik vind hem echt prachtig. Dit doet mij eigenlijk heel erg aan unicorns denken. Als ik aan unicorns denk, dan denk ik aan deze kleur. Het roosblauwe, shiny. Dit is meer zeemermin, vind ik. Hier zitten echt zo alle kleurtjes in. En ook zo blauw-groene zie ik hier harder in. Nu ben ik ook heel benieuwd naar de andere kleur. Holy. Haha, deze noemt Holy. Ja, deze is al direct blinkender, vind ik, in de verpakking. Zo, eens kijken. Oh god. Dit? Dit maakt mij gelukkig. Oké, kijk, ik ga hem ook aan jullie tonen. Kijk hoe mooi dit is. Het is een hele mooie licht bronzige kleur. Maar het komt heel zachtjes bij het bewegen niet enkel heel veel glans af. Maar ook een lichtjes rozige schijn. Een roze parelmoer zit hierin. Dus het is eigenlijk een bronzen rozige kleur. Dus deze is heel cool. En deze is wat warmer. Vind ik wel leuk. Ik vind hem iets minder holografisch dan deze. Want hier zie je echt het roze dat lila wordt en dan blauw als je beweegt. En dit is heel, heel, heel shiny, metallic. En heel zachtjes zit het holografisch roze erin. En het pigment, like seriously, kunnen we even 1 seconde over het pigment praten? Dit is gewoon 1 keer met mijn vinger in het kleurtje gegaan. Het is eigenlijk een soort van crème substantie als ik het zo voel met mijn vinger. Wacht, ik ga nog eens voelen. Ja, het voelt als een crème, maar als ik het aanbreng, wordt het poederachtig. En ik denk dat het daarom komt dat het zoveel pigment kan afgeven. Love it. Ik ga deze swatches nu van mijn hand afvegen, zodat we de twee highlighter sticks kunnen doen. Want daar ben ik ook echt super benieuwd naar. Als ik mijn hand afveeg, merk ik iets op. De liptopper die laat een steen na. Voor de mensen die niet weten wat een steen is. Een steen zie je soms bij een lipgloss terugkomen. Dus dat je hem dan gaat aanbrengen. En dan als de glans eraf is, zit de kleur nog altijd echt in je lippen. Niet erop, maar echt in je lippen. Dat is blijkbaar nu helemaal de trend. Want bijna elke lipgloss of elke lipstick die nieuw is uitgekomen en die ik heb geswatcht, die laat dus een steen achter. Zo ook dus deze liptopper. En hier komen de twee
holografische highlighter sticks. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb hier het kleurtje 001 Spectrum. Oké. Okay. Jongens, dit is echt waanzin. Oh my god. Dit is eigenlijk de oogschaduw in crèmevorm, maar dan nog harder, nog holografischer. Ja, hij is mega holografisch. Wauw. Ja, weer het roze. En dan als je beweegt gaat het van lila naar blauw. 002 Prismatic. Ik veronderstel dan dat deze dan ook brons gaat zijn. Aangezien de vorige ook op de oogschaduw leek. Ja, deze is brons. En ik zie hier direct ook het roze weer terug in komen. Die ga ik hier swatchen. Oh, echt een slechte plek gekozen om te swatchen. Deze is dus inderdaad bronzig. En hier zit het roze terug in. Net zoals bij de oogschaduw. Alleen vind ik dat je hier het roze wel harder terug ziet komen dan bij de oogschaduw. Hij is ook weer mega shiny. Maar ook nog altijd minder holografisch dan de roze variant. Deze doet mij trouwens super hard denken aan een highlighter van MAC. Wat moet ik denken? Van de New Dimensions collectie? Of ja, wacht. Ik ga hem gewoon halen, want ik heb hem ergens in mijn schuif liggen. Ik ben terug en ik heb hem gevonden. Het klopte wat ik dacht. Deze doet mij heel erg denken aan deze highlighter van MAC. Dit is de Extra Dimension Skin Finish in de kleur Show Gold. En hij is een beetje gelig, lichtjes bronzig. En als je hem dan kantelt, dan wordt hij rozig. Ik vind dat hij heel hard op de highlighter hier lijkt. Ik heb echt een slechte plek gekozen om te swatchen. Ik denk dat het super mooi zou zijn om eerst dit aan te brengen. En dan dit met poeder eroverheen. Wauw. Dan zien ze je highlighter volgens mij tot in Mars. Genoeg geswatcht nu. Nu wil ik ze echt op mijn gezicht gaan proberen. Ik ga eerst beginnen met de highlighter. Dit is de kleur 001 Spectrum. Dus de lila, roze, blauwige. Een penseeltje aanbrengen. Ik denk dat dat toch net iets mooier gaat afgeven. Of ja, als je hem rechtstreeks aanbrengt, gaat het ook wel mooi aanbrengen. Maar dan is het moeilijker uit te blenden. Terwijl als je hem met een penseel aan gaat brengen, je hem direct kunt blenden. You guys, echt, even serieus. Wow. Like, seriously, I'm impressed. Be Creative, voor de mensen die Be Creative niet kennen. Ze zijn eigenlijk een heel betaalbaar merk. Maar tegelijk hebben ze ook heel mooie producten. Ik vind Be, als ik Be met een merk moet vergelijken, vind ik het heel erg met cosmetics. MAC is ook niet duur. En MAC heeft heel mooie professionele producten. Be vind ik ook zoiets. Het is geen luxe merk, dat niet. Maar wel een heel mooi professioneel make-up merk. En dat zijn ook de merken waar ik het meest van hou, eerlijk gezegd. We zijn het er volgens mij wel allemaal mee eens dat deze highlighter zijn werk doet. Als ik mijn gezicht beweeg, zie ik ook het holografische erin. Wel een beetje mee oppassen, omdat die blauwer kan zijn. Want ja, dan kan je dus een beetje een blauwe schijn dus op je gezicht hebben. Maar dat is wel het vette hiervan, dat is het coole hiervan. Als je iets holografisch wilt, maar je vindt dit iets te, dan kan je perfect voor de gouden, of ja, de bronzen lijn hierin gaan. Die is iets minder holografisch en gewoon meer highlighter. Wow, je hebt echt maar ook een klein beetje nodig. Ik wil niet weten hoe lang ik met zo'n stick zou doen. Ik wou hierover origineel nog een highlighter poeder over gaan aanbrengen, maar dat hoeft echt niet. Dat hoeft echt niet. Dat zou overkill zijn en dat zou ook misschien een beetje zonde zijn. Omdat dat het holografische weg zou nemen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon zo laten. Ik vind het prachtig. Ik vind het bangelijk. Holografisch is nu gewoon echt het ding. Het voorjaar van 2018 gaat een en al holografische highlighters zijn die je gaat zien. En hele glossy highlighters. Dus echt in de zin vlakkerige dan gloss. Ik vind het cool. Ik vind het cool. Hieroveraan ga ik nog wel mijn bronzer gaan aanbrengen. Want die heb ik speciaal niet opgedaan om hem na de highlighter aan te gaan brengen. En dat is hetgeen wat ik altijd doe als ik heel extreme highlighters draag. Want ja, zoals je ziet, als je de highlighter aanbrengt, dan zit hij daar echt. En als je eerst je bronzer aanbrengt en daarover je highlighter, heb je echt zo'n highlighter vlek. En dat vind ik niet zo mooi. Dus daarom doe ik altijd eerst mijn highlighter en daarover mijn bronzer. Dat geeft toch altijd een veel natuurlijker effect.
Nu ga ik de oogschaduw gaan aanbrengen en ik ga hem gewoon op zijn eigen aanbrengen over heel mijn ooglid. Ik vind dat een heel uniek en apart kleurtje op zichzelf, dus ik vind het ook gewoon cool om dit kleurtje alleen als statement te dragen. En als basis ga ik de highlighter stick gaan gebruiken. Hier in de lila roze kleur, omdat die het best aansluit bij de oogschaduw. En omdat dit een crèmeige oogschaduw is, ben ik zelfs aan het denken om hem gewoon met mijn vinger aan te gaan brengen. Ja, dat ga ik doen. Oh, wauw. Hoe cool is dit? Ah. Dit is gewoon speelgoed voor make-up liefhebbers. Het geeft ook echt zo die 90s feel. Zeker geen spijt dat ik het met mijn vingers heb aangebracht. Dat brengt het echt heel gemakkelijk aan mijn vinger, omdat het een crème textuur is. En dan smelt het mooi in. Ik kan het zelfs gewoon met mijn vinger uitblenden. En ga ik een heel klein beetje donker oogpotlood aan mijn wimperaanzet gaan aanbrengen. En dan ga ik ook nog een beetje mascara aanbrengen om de oogschaduw af te werken. Dit is eigenlijk een toevallige ontdekking. Dit is de Be Lash Maniac mascara. En in mijn vorige video heb ik deze ook al gebruikt. En het is eigenlijk heel toevallig dat ik op deze mascara ben gebotst. Want mijn lieftallige Yves Saint Laurent, de shop mascara, die zat in mijn bagage. En mijn bagage heb ik niet meer gezien sinds mijn vlucht. Maar hij is nu gelukkig onderweg naar mij, thank god. En ik zag deze liggen en ik denk, ja, ik ga deze eens proberen. En ik ga deze open doen, want ja, als hij open is geweest en ik gebruik hem daarna niet meer, is het niet zo erg, want hij is niet zo duur. De shock mascara kost dubbel zoveel en als ik die open zou doen, ja, dan zou de één dik worden en zou ik één van de twee toch weg moeten doen. En dat vond ik zonde. En eerlijk waar, I've been loving it. Ik weet zelfs niet dat als ik mijn koffer straks terug heb, of dat ik mijn de shock nog ga gebruiken of dat ik gewoon deze ga opmaken. Het maakt niet alleen mijn wimpers super vol, wat dat die van Yves Saint Laurent deed, maar het maakt mijn wimpers ook super lang. En dan voor de lippen. Zoals ik al zei, wil ik dit op een donkere lipstick of lipgloss gaan aanbrengen, want dan ga je echt het holografisch aspect hiervan gaan zien. Dus daarom heb ik hier de Dior Liquid Rouge in de kleur 900. En één Oxblood Matte. Het is een super mooie kleur, een van mijn lievelings donkere lipsticks, lipgloss. We gaan trouwens zo meteen ook echt heel veel holografisch hebben. En zowel de ogen als de wangen als de lippen. Natuurlijk kan je er gewoon voor kiezen om één van deze te doen en niet alle drie tezamen. Maar uiteraard wil ik alle productjes uittesten. En dan gaan we de liptopper aanbrengen. Ik ga de liptopper eerst op mijn hand doen. En van mijn hand ga ik het op mijn lippen dippen, want ik wil de applicator niet zwart maken van mijn lipstick. Dus dat is wat misschien een tip. Oh, kijk hoe mooi. Oh my god. Omdat mijn ondergrond ja, bijna zwart is, komt het blauwe en het groene meer naar boven. Dus dit is meer blauw holografisch. Maar ik denk dat als je hem op een iets bruinere ondergrond gaat zetten, dat dan weer het rode, het rosé meer naar voren gaat komen. En dat is hetgeen wat dat dit zo cool maakt. Het is niet echt een lipgloss om op zijn eigen te gebruiken, maar echt om een andere lipstick of een lipgloss dat je al hebt helemaal te gaan transformeren. En dat vind ik cool. Dat vind ik echt cool. Ik ga even uitzoomen en dan gaan we kijken wat we van de look vinden. Zo, de volledige look is af. We hebben holografische ogen, holografische highlighter en holografische lippen. Ik vind het echt een hele mooie oogschaduw die ik vaker, als ik snel moet zijn, gewoon zo met mijn vingers ga aanbrengen. Als je beweegt, glanst het heel mooi. Er zitten verschillende kleuren in. Ik ben ook heel benieuwd om deze eens te gaan proberen. Die moet ook echt super mooi zijn. Dan hebben we de holografische highlighter, die mega shiny is. Dus daar moet je wel van houden. Wil je iets neutraler, iets natuurlijker, zou ik opteren voor de bronzige stick. En de liptopper is super leuk voor over elke lipstick heen. De verpakking van de producten zijn gewoon heel basic. Wat ik ook natuurlijk kan verwachten voor de prijs die je betaalt. Want het is echt heel budgetproof. Voor de oogschaduw betaal je denk ik €10,95. De liptopper, die komt rond een
13 of een 14 euro, wat dat echt niet veel is. Want je kan hem echt over elke lipstick dat je hebt heen zetten. En elke lipstick gaat dan toch nog een andere kleur geven, wat ik super fijn vind. En voor de highlighter sticks betaal je ook weer 13 of 14 euro, als ik me niet vergis. Wat ik echt een super kleine prijs vind voor zo'n mooie blinding highlighter te hebben. Want de meeste highlighters die dat zoveel pigment geven, die kosten normaal een pak meer. Dus ja, ik vind het echt super leuke, coole productjes. Ik was heel benieuwd of dat ze ook echt wel zo holografisch gingen zijn, maar ik ben zeker niet teleurgesteld. Integendeel, ik wil nu echt met de bronstintjes gaan spelen, maar dat gaat niet, want ik moet gaan fitnessen. Zich afvragen waar je deze productjes kunt vinden. Be Creative is exclusief PC Paris Excel. Dus als je deze productjes wilt, moet je online kijken of in een van hun winkels. Ik vond het een super leuke video. Als jullie van budget make-up houden, geef dan zeker een thumbs up. En ik zie jullie volgende week terug met een nieuwe video. Bye bye!